Het regent, dus dit betekent dat we het een en ander moeten gaan doen en snel! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play, de Legend of Terraria, Stevie, Eevee en Steve, die we nog steeds terug willen hebben. In de vorige aflevering hebben we vraag genomen op de Wall of Flesh. En in deze aflevering gaan we dus gelijk proberen om een van de fijnste items te pakken te kunnen krijgen in Terraria. Namelijk de Nimbus Rod. Die komen namelijk van de clouds af. Die alleen maar tevoorschijn komen tijdens de regen. Dus ik hoop dat er nog een paar willen spawnen. Dat zou heel fijn zijn. Ik denk dat de Blue Candle het beste hierin kan gooien. En nou is het ook natuurlijk nog de bedoeling dat wij dus het een en ander gaan farmen. Voornamelijk bijvoorbeeld de Wall of Flesh, dat we die nog een paar keer gaan farmen. En hoop dat we dus een paar goede items krijgen. En op dit moment hebben we geen geluk met enemy spawns. Ik bedoel, no enemies nearby. Dat is niet goed. Dus ik ken het beste deze gebruiken. Kom op, Nimbus. Nimbus. Oh. Heb ik trouwens een ballon weer geëquipt? Ja, ik heb mijn ballon wel weer geëquipt. En natuurlijk ben ik helemaal vergeten dat ik ook Ik kan niet praten. Ik kan niet Nederlands spreken. Ik ken helemaal niks op het moment. Ik bedoel, serieus. We hebben die, en dat is een van de beste ores ooit. Daar kunnen we een pickaxe van maken. En dan kunnen we gewoon alle ores minen die we willen minen. Maar op dit moment wil ik dus tot er een Nimbus zou spawnen. Dus misschien moet ik heel eventjes stil blijven staan. Normaal heeft het ook te maken met hoe hoog dat je staat. We zouden naar de desert kunnen. Of naar de desert, om mij nou. We zouden naar de snow biome kunnen gaan om te kijken of we daar dan wat frostcores kunnen pakken. Want we hebben heel erg veel of adamantite of titanium nodig. Dus ik hoop dat deze wereld elementheid zal gaan hebben. Maar wat ik me wel afvraag is, waarom willen er geen vijanden spannen? Want het regent. En bij regen hoort er normaal gesproken, ik weet niet hoeveel vijanden te spannen. Dus een heleboel klets. En ik heb ook nog positief nieuws. Namelijk, zoals jullie hebben gezien al twee keer, is er een nieuwe guide gekomen. Waar is onze guide eigenlijk? Ik bedoel, er was een nieuwe guide gekomen. Ja. We hebben Harley de guide binnengekregen. Harley is op dat moment gerespawned. Net zoals dat als wij neergaan, kunnen wij respawnen. Dus er is een hele kleine kans dat onze Steve toch nog terug kan komen. En nou dat ik deze slimes zie, moet ik ook eventjes gelijk benadrukken. Ja, de Halloween tijdperk is bezig. Ik neem dit op dit moment op 28 oktober en dan krijg je goodie bags. En in goodie bags kan het een en ander leuk zitten. Goodie bags die kom je alleen maar tegen tijdens Halloween tijd. Halloween tijd is 20 oktober tot en met 10 november. Dan kun je goodie bags vinden en hartjes zijn snoepjes. En sterretjes zijn volgens mij ook een soort van snoepjes. En ja, dat is echt heel erg leuk gemaakt. Dus een van mijn favoriete evenementen tijdens het jaar. Dus tot en met 10 november kun je dus veel plezier hebben met de Halloween special. Dus hopelijk komen we veel goodie bags tegen. Er is een kostuum die ik echt wil hebben. Maar op dit moment wil ik maar één ding en dat zijn Nimbus Rod. Dus wij zijn onze vijandjes. Weet je waar? We gaan gewoon hier staan. Ik hoop dat er iets wil spannen. Gewoon een beetje zo ziszaggen. Zolang het maar blijft regenen is het goed. En als ik hier ga... Zie je, dan stopt het in één keer in mijn regenen. Ik vind het grappig. Komt waarschijnlijk in verband met de achtergrond. Ik weet het niet. Maar goed. No enemies nearby. Ik sta hier, verdurie, naast een... Weet je waar? Ik ga gewoon ergens anders staan. Misschien moet ik gewoon heel eventjes op een van mijn bomen... Misschien moet ik bovenop mijn boom gaan staan of zo. Misschien werkt dat wel. Ik weet het niet. Ik bedoel, die komen in de normale biomes komen ze voor. Als het regent... Oh, kijk hier. Hier hebben we hem. Oké, nou zou het heel erg leuk zijn als de eerste ook gelijk er eentje wil droppen. Wil je er gelijk eentje droppen? Ja, ja dat wil jij wel. Nee. Nee. Ja, hier spande er tenminste eentje. Dus ik denk dat ik hem gewoon niet bovenop zet. We hebben hier ook een zonnebloem staan. Dus eventjes die zonnebloem weghalen. Ik zet hem zo weer terug. Wacht, waarom heb ik hem nou niet hier? Kan ik hem hier niet neerzetten? Ah. Flame. Oh ja, we hebben een keer Nimbus neergehaald. Die kan ons de Nimbus rot geven. Een van de fijnste items die ik me eigenlijk kan voorstellen. Dus we gaan gewoon rondrennen en hopen dat we maar tegenkomen dan. Want echt serieus, dat is een van de items die we dus echt willen hebben. Dus, nou ja, dan gaan we maar gewoon eventjes rond. Hallo! Ik ben echt blij met dit wapen dat we dit zo snel mogelijk hebben. Want dat is echt een van de fijne wapens. Dus, Nimbus. Oh, dit is de Blizzard. Daar wil ik dus absoluut nog niet zijn.
Ik bedoel, ik weet dat de Snow Golem kan spawnen en al dat, maar... Eén, daar heb ik een Nimbus Rod voor nodig. Twee, daar heb ik meer defense voor nodig. Drie, daar heb ik de Nimbus Rod voor nodig. Vier, heb ik jullie al verteld dat ik daar de Nimbus Rod voor nodig heb? Ik heb daar echt een serieuze Nimbus Rod voor nodig. Maar goed, ik heb geen zin om de hele deze aflevering te gaan vullen door op en neer te gaan lopen. Dus doe maar heel eventjes gauw een montage hiervan maken. Ik heb meer dingen te doen in deze aflevering. En weer een Fisherman's Pocket Guide gekregen. Ja, ondertussen denk ik ook van ik zal heel eventjes de quest doen. En ondertussen krijg je dan ook weer een beetje van dat spul en alles. Hartstikke leuk. Niet echt wat we nodig hadden. Maar goed, ik ga even gauw verder op zoek naar de Nimbus. Ik bedoel serieus, de Bunnyfish die hadden we toch nog nodig. Wow, dat is een sterke slime. Oeh, er zitten daar twee Nimbussen. Oké. Geef me de rot. Jij geeft hem niet, maar dan geef jij hem wel. Toch? Ah, kom op, gaan we nou... Is een hardmode in één keer mijn geluk nou op? Dat zal problematisch zijn. Oké, we hebben er weer twee. Ze komen hier wel mooi vast te zitten, dus dat is wel mooi. Makkelijk om te farmen. Kom op, geef die rot. Geef hem. Nee. Nimbus rot! Oké, we hebben er één, Dan ben ik een blij konijntje. Nou ja, het is nog steeds gaande, dus... Laten we maar voor de suicidal approach dan gaan. Don't worry, Eevee. Wij weten wat we doen. Hoop ik. In ieder geval, we hebben dus een Nimbus Rod. Gewoon een normaal. Dat is decent genoeg. Welke gaan we eventjes wegchunken? Die gaan we even wegchunken. De Nimbus Rod namelijk die... Nee! Jij doet heel erg veel damage en ik weet niet waarom. Oh boy. Dit, dit is nogal een beetje dangerous als ik het zo zie. Dit is heel erg dangerous als ik het zo zie. Oké, nou in ieder geval, we hebben dus al... Een van de dingen die we willen hebben tijdens het reden... Tijdens de regen. Dus, gaan we heel eventjes naar de nurse. Gaan we ons heel eventjes healen. En fijn dat we weten hoe laat het nou is. En misschien is het ook wel heel erg handig om heel eventjes het geld heel eventjes op te starten. Ik wil echt geen twee platinum coins kwijtraken. En... Is dat ook een Halloween ding? Oh. Nou ja, ik heb beet genoeg. Ik bedoel, serieus. Nee, ik heb echt beet genoeg. Goed. Wat dus de bedoeling is, is als het regent en je komt dus in een frostbaaien. Mensen van 1.2.4 Let's Play, die zullen dit al weten. Op het moment dat het regent en er is dus een blizzard gaande, dan wil je dus... Oh, dit is wel heel erg donker. Dan wil je dus in de snow desert terecht... Of in de snow desert. In de snow biome terechtkomen. Want in de snow biome... Ja, daar... Oh! Kun je dit alsjeblieft niet doen? Oh boy, stukje veilig. Waar zit hij? Ah, daar zit hij. Oké, dan kan dus de Snow Golem spawnen. En de Snow Golem, die wil je zieken. Doe gewoon een Nimbus Rod. Hij kan daar niet komen. Hij kan ons niks maken nu op het moment. Dus wat je wil doen is gewoon rustig daar de Nimbus Rod neerzetten. En gewoon afwachten. Meer hoef je niet te doen. Zorg er wel voor dat je een beetje veilig gaat staan. En oh boy. Ik ken nou niet al van ontwijking hier. Oké, nou laten we eventjes er ook voor zorgen dat de Nimbus Rod er niet uitwerken. Hij is bijna neer. En hij is neer! Heeft hij een ijs verder? Oh, 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 oh! Oh, nee, 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 nee. Ik word hier door van alles geraakt. Oh boy. Nee. Nee. We hebben een ijs verder. Oh, er komt er weer een.
Please zeg maar dat hij door is gevallen. Waar is hij? Oké, hij zit boven ons. Oké, als we nou heel eventjes kunnen wachten. Is hij nog steeds boven ons? Dit is sneaky. Hoi. Alles goed? Hoe gaat het mee? Ik ben bang. Nee, dan wordt me dood! Ah, damn. Ah, ja, die kringen die kan je ook nog eens een keertje bevriezen. Dat is dus het gevaarlijke. Plus in een blizzard zie je ook nog eens een keer heel erg weinig. Dus het beste is eigenlijk om het overdag te doen. In plaats van 's avonds zoals dat we dat nu hebben gedaan. Nou ja, het regent nog steeds, dus ze zouden er eventueel voor kunnen komen. Want we hebben een frostcore en we hebben dus de ijsverder. Die belangrijk zijn voor een heel belangrijk equipment wat ik wil gaan halen. Maar ik denk dat ik toch heel even, ondanks dat het nog regent, heel eventjes ga voor een nieuw arm. Geen wonder dat we zoveel damage namen. Ik had mijn vissers equipment nog aan. Nou ja, in ieder geval, we hebben dus Animite Bar. We hebben dus de Animite, hebben we. En nou wou ik dus eigenlijk, even kijken, want ik had hier ergens die bar zitten. Ik wou dus van deze, wil ik van de Orgicalicum, daar wil ik dus de armen van gaan maken. En van Animite denk ik dat we eventjes alvast een pickaxe kunnen maken. En misschien zelfs van de Titanium, dat ik daar eventjes een crossbow van ga maken. En hallo Nimbusrot, wat gaat het leuk met jou? Hoi, kom eens even hier. Mij maakt niet uit. Ik sta in mijn eigen huis, dus regen maar op mij met je acid rain. Acid rain. Some stay dry and others feel the pain. Acid rain. Ja, ik maak er gewoon acid rain van. Goed, kunnen wij een armor maken? Oké, ik zie 12. 12 plus 24 is 36 plus 18. Ja, dat kunnen wij. Dan ga ik persoonlijk voor mijn favoriet. En dat is de Ranger. Ik hou echt van de Ranger class. Maar dat wisten jullie ondertussen al. Dus we maken alleen dat hoedje. We maken alleen maar de breastplate. En dan hebben we nog genoeg voor de shoes. En dan hebben we dus onze eerste armor set al binnen. En de set bonus is ook nog eens een keertje dat flower petals vallen op het moment dat we damage doen. Waardoor dat we extra damage kunnen geven. Nou, dan wil ik eigenlijk een beetje de titanium pickaxe. Kunnen we die al maken? De titanium pickaxe zie ik er niet tussen staan. En we kunnen een animite maken. 18. Waarom kunnen we een titanium niet maken? Dat is even klets. Dat is even onzin. Wat is dit? Wat is deze? Ga weg! Hey, daar hebben we die extra paddles waar ik het over had. Ik denk dat we wel eventjes met onze guide moeten gaan babbelen. Van, hey guide, luister eens. Hoezo? Hoezo mogen wij dit niet maken? Echt serieus. Ik bedoel, het regent nog steeds. Snowgolems die lopen niet weg. Totdat het dadelijk in één keer stopt met regenen. Dus, Eevee, ik weet het. Steve komt terug. Rustig aan. Oké, okay, luister. Ik wil graag een titanium pickaxe maken. Hoezo heb ik er 20 voor nodig? Wat? De actuele neus. Ze zijn allebei even sterk. Oké, okay, misschien met de titanium iets meer damage of zo, maar lekker belangrijk. Heb ik dan nog titanium oor? Ja, maar niet genoeg om. Weet je wat, dan maak ik hier gewoon de pickaxe van. Prima. Of de schietding wat ik wou maken. Ik wil hier namelijk een repeater van maken. Chainsaw, titanium repeater. Want ja, de beast zoals ik al zei. De bees gaan ons niet echt meer zo helpen als dat ze ons geholpen hebben. En dan gaan we maar voor de Animite Pickaxe. Die zorgt er ook nog eens een keertje voor dat we lekker snel kunnen minen. Goed. Normaal gesproken zou ik zeggen van... En nu ga ik even mijn inventory leeghalen. Maar daar heb ik nou nog eventjes geen tijd van, want het regent nog steeds. Dus ik ga toch nog heel eventjes terug naar de Frost Biome. En hopelijk dat we daar nog een ijskorm tegenkomen. En hopelijk dat dat goed gaat aflopen met mij. Ik bedoel, we hebben nou een... Oké, okay, we hebben nou houten pijlen op dit moment. Dus echt veel damage zullen we er niet mee doen. Maar het is nog altijd beter. Ah, de blizzard is nog steeds actief. Dus hier ligt nog steeds mijn monies. Ik heb nog steeds elke keer het gevoel als ik de blizzard zie dat we hier een slowdown willen krijgen. Nee, kijk hoe snel dat die zijn. Toink, toink, toink. Nou, dit doet best wel zijn damage hoor. Hier ben ik zeker blij mee. En hier kunnen we zeker dadelijk wel mee gaan farmen. Dus de Wall of Flash. Oké. Okay. Oh, Snow Golem. Ah, ik vind het wel grappig hoe dat de slimes hier nou gewoon ook echt zo'n... Ja, die hebben echt zo'n bunny masker op. Nee, jij bent geen bunny. Ik hoop dat we heel veel van die zakjes te pakken kunnen krijgen. Want je kunt echt hele leuke kostuums te pakken krijgen. Oké, okay, de Blizzard die komt weer hoger. We moeten voorzichtig zijn. Hoeveel defense hebben we nou op dit moment? Maar 49.
Wat mis ik dan? Oh, hè? Hmm. Defense is wel wat omhoog gegaan, maar... Dat was damage ook. Nou, Snow Golem! Nou, het ziet er naar uit dat het regen is opgehouden. En dat wilde zeggen dat er helaas geen golems meer zouden kunnen spawnen op het moment. Dus dan ben ik bang dat we gewoon op de volgende regen moeten wachten. Loopt het gewoon nog weer naar boven toe of loopt het alleen maar naar beneden toe? Ik zie wel pompoenen die ik hier toen ooit heb geplant. Waarom dat ik zie... Oh nee, wacht heel eventjes. Het is het Halloween evenement. Ik wou wel zeggen, ik heb hier toch geen pompoenen geplant. Tijdens het Halloween evenement spannen de pompoenen gewoon willekeurig. Ja, ook weer zoiets heel erg leuks van een Halloween event. Op het moment dat het Halloween is, zul je dus zien dat overal in één keer spontaan... massaal pompoenen gaan spawnen. Dus in je over je hele wereld zul je dus gratis pompoenen krijgen zonder dat je pomponsins hoeft te kopen. Altijd handig. Nou, ondertussen is het dus gestopt met regenen. We hebben al het een en ander wel te pakken kunnen krijgen. Ik wil wel het een en ander ook nog reforgen. Maar wat dus zeker belangrijk is dat we nu die Wall of Flesh gaan... nog meer gaan vernederen. Want we hebben hem al een keer verslagen, maar we gaan hem nog een keer verslaan. Want dat vind ik gewoon leuk. Plus, we hebben namelijk nog een paar equipment van hem nodig. En misschien dat Steve terugkomt. Er is een kans. Kans. Ik ga hem heel even voorbereiden en mijn inventory even leeggooien. En don't worry, ik zal de Molten Armor... Ik heb niet eigenlijk laten zien hoeveel de defense dat we increasen. We gingen van 43, gingen we naar 48. Alleen de bonus die we ervan krijgen is vele malen beter. En nou heb ik even een vraag naar jullie toe. Misschien is het wel leuk om toch wel een klein beetje in een huisje van... awesome wapens te maken. Dus niet van alle wapens, maar gewoon echt van wapens die dus echt een memory hebben op dit moment. Zoals dat we bijvoorbeeld... ja, hier hebben we de B-shirt. Hartstikke leuk. Maar zoals we bijvoorbeeld de B's knees hebben kunnen gebruiken. Of de... Even kijken, waar hebben we hem nou? De B-nades. Ja, die kunnen we nog steeds gebruiken. Dus die hou ik nog steeds, want die kun je daar niet echt inhouden. Maar de B-nades, de B-sword. Weet je wel, al die wapens die we nog in de wapenkistje hebben. Dus ik wil deze heel even apart houden. Flareon hebben we nog niet eens opgeroepen, stoute ik. We hebben nog die bars, die moet ik even opruimen. En ik zal deze dan heel eventjes hier inzetten. Misschien dat we daar wel een leuk huisje voor kunnen maken. Laat het even weten in de reacties of jullie dat leuk vinden. Gewoon even zo'n huisje. Dus, maar goed. Wij focussen ons vandaag nog eventjes meer op de Wall of Flesh. Oh ja, en tijdens het vissen had ik al gezegd, hè. Pokémon Guide, nee. We hebben de Weather Radio nodig. Oké, eventjes de tijd om eventjes het een en ander te reforce. Hopelijk wordt het niet te duur. Mystic, dat is degene wat we willen hebben. Extra damage en minder mana kost. Die willen we er hier zeker voor hebben. Die mag gewoon blijven. Ah, je kunt ook wel wat beters van maken. Weer Agile. Van Agile naar Agile maken, dat is gewoon geldklopperij. Murderous, daar doen we het voor. Rootless, ja, minder knockback. De knockback is op zich wel handig, maar op zich is hij niet echt... hier hebben we nog niks nieuws op. Annoying. Deadly, doen we het voor. Oké, niks godly of zo, maar decent genoeg. Tenminste, naar mijn mening. Battle of Regeneration, we hebben je nodig. En voor de rest... Ga ik nou de potions pakken en even mijn inventory leeghalen met de stuff die we dus nou niet meer gaan... jullie snappen me wel. Nee, we snappen het niet. Leg uit. Jawel, nee, wel, toch, misschien. Oké, ook heel eventjes hier even langs om weer toch even die glowing mushrooms op te halen. Vergeet niet, het is hier inderdaad nou wel een stuk gevaarlijker. Even kijken, hadden we weer wat mushroom seeds? Ik hoop het wel, want die hebben we juist echt nodig. Vergeet niet, het is hier nou een stuk gevaarlijker. Oh! Hi! Harry! Hoe gaat het mee? We kopen dadelijk wel een stuk bij je. Er staat nog een huisje voor je vrij, dus je staat nog veilig. Oké, nou Harry die redt zich wel. Of die gaat nu dood. Het was eigenlijk aardig, maar dat maakt niet uit. Nee, jij gaat niet om me slaan. Nee, jij gaat niet om me schieten. Jij gaat me gewoon een magic quiver geven. Natuurlijk doe je dat niet. Ah ja, die spant wel weer terug. Lekker belangrijk. Of waarschijnlijk zijn neef of zijn achteroom. Even kijken, hebben we wel wat seeds? Nou, we hebben er drie, dus kan ik hier even eentje planten. Volgens mij hadden we hier boven niks meer. Nee, ik kan er hier nog eentje even bij. Extra blinkroet, altijd handig. Laten we er ook even eentje hier plaatsen. Hoi! Maar ja, dit kan dus inderdaad heel erg een gevaarlijke plek gaan worden. Maar maak je geen zorgen. Ik ben professional. Ik weet wat ik doe. Ik maak me nou wel zorgen erover. Oh, ik ben helemaal vergeten om purification powder mee te nemen. Nou ja, dat komt van eigenlijk wel. Op het moment dat je purification powder bij je hebt, dan zullen deze beesten zullen een NPC worden. Don't worry, die kunnen nog altijd wel respawnen. Dus die spannen nog wel wat meer.
Alleen is het hier nou wel extra gevaarlijk in verband met dit is nou een underground corruptie biome. Oh, en ja jongens, ik weet dat de wizard er is. En ja, ik weet dat ik nou oneindige kogels kan kopen. Maar op dat moment ben ik, nou op dit moment ben ik daar nog niet eigenlijk mee bezig. Want we willen nu zoveel mogelijk alle flesjes gaan verslaan, nou we daar nog de kans voor hebben. En hallo, misschien komt Steve wel weer terug en dat willen we toch graag, toch? Dus ja, we moeten zeker uitkijken bij de underground... mushroom biome wil ik zeggen. Bij de underground corruptie biome. En ik heb geen zin om op lava te wachten, dus zullen we gewoon er even overheen springen? Dan valt wel naar beneden toe, daar hoef ik me geen zorgen over te maken. Laten we gewoon die stomme muur weer oproepen. En laten we hem nou eens nog sneller killen. Want nou gaan we record zetten. Want nu hebben we een equipment. Daar word je vrolijk van. Trouwens, wat ook heel veel mensen waarschijnlijk zou opgevallen zijn. Is op het moment dat je in hard mode zit. Dat vijanden meer HP hebben. Als dat ze eerst hadden. Dit is bij een aantal selecte vijanden is dit inderdaad het geval. Maar bij de bazen is dit dus niet het geval. Dus daar hoeven we ons absoluut geen zorgen over te maken. Oh, fijn. Ik was wel even vergeten dat mijn inventory nou heel erg snel voor zit. Inderdaad, met al die zooi die we nou hebben opgepakt. Ja, linkerhoed, hartstikke leuk. Mag ook even weggegooid worden. Ik heb nog steeds titanium in mijn hand. Clone mushrooms. Nou ja, lekker belangrijk. We gooien er gewoon eentje in. Doei, Harley. Jij bent niet cool. Laat ik hier zelf eventjes voor de grap eventjes al een regenbuitje voor hem neerzetten. Ik bedoel, laten we heel eventjes laten zien hoe niet dat wij hem waarderen. Wij waarderen hem totaal absoluut niet. Jolteon. Weet je wat, we maken hier gewoon eventjes een fast-forward montage van. Oh, Golden Squirrel. Ah, kijk hier nou, een slime bunny. Dit zijn bunnies, geen slimes. Don't kill them. Ja, ik heb even een wall of flesh gedaan. En blijkbaar hebben we een probleem. Want onze huizen zitten allemaal vol. Dus er kan geen nieuwe guide spawnen op het moment. Nou ja, dan is het gewoon tijd om inderdaad eventjes ervoor te zorgen dat er dus weer een nieuw huisje gaat komen. Natuurlijk voor niemand minder dan onze Steve. Wij willen gewoon dat Steve terugkomt en daar gaan we ook voor zorgen ook. Dus ik denk dat ik het daarbij ga laten dan bij deze aflevering. Dat we in de volgende aflevering een paar kamers bij gaan maken. De wall of flesh nog een paar keer gaan killen. En dan maar eens gaan kijken wat voor oors dat er nou eigenlijk in onze wereld gaat spannen. En misschien dat we ook nog eens een paar vleugels kunnen gaan maken. Wie weet hoeveel tijd dat we hebben. Maar goed, eerst daar de wall of awesome comments. No. En de comment die komt van... Alicio Carota, ik hoop dat ik je naam goed heb uitgesproken. Waarom zijn al jouw afleveringen zo geweldig? Waarom zijn al jullie comments zo geweldig? Het is echt bij mij gewoon elke keer een dilemma om elke keer een leuke comment eruit te kiezen. Oké, de randomizer helpt mee, maar oh, jullie comments zijn geweldig. Dankjewel voor die leuke comment, Alessio. En ja, jullie allemaal bedankt voor het kijken. Heb je het leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like natuurlijk achter als je daar de tijd voor hebt. Misschien wordt jouw comment wel gekozen om in het awesome huisje des comments te komen. En dan hoop ik jullie allemaal weer te zien bij de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer maar weer. Doei!